Ja, best wel vaak eigenlijk. Eerst wel eigenlijk, maar nu niet zoveel meer. Nooit gebruikt eigenlijk. Eens per 2 weken ongeveer? Nee, nooit. Ik gebruik nooit ChatGPT. Ik zou ook niet weten hoe het werkt. Als ik geen zin heb om het boek te lezen, dan vraag ik het even snel aan ChatGPT. En dan weet ik het antwoord veel sneller en makkelijker. Ik kan even snel een inhoudsopgave of zoiets in die thread. Om te kijken of mijn zinnen een beetje goed lopen. Dus dan plak ik het eigenlijk gewoon in ChatGPT en dan vraag ik wat zou hier verbeterd kunnen worden. Ze hebben een lastig begrip, dan leg uit aan een kind van 6. Dan krijg je een hele simpele definitie die je dan zo kan leren. Of ik vraag, ik moet hierover gaan schrijven. Kan je een begin maken? En hoe weet je dan of de informatie betrouwbaar is? Ik kan aan ChatGPT gewoon vragen wat zijn je bronnen en hoe kom je aan informatie. En op basis daarvan kan ik dat wel beoordelen. Ja. Ik handhaaf meestal het principe gewoon logisch nadenken. Als het gewoon logisch klopt, dan als het logisch eruit ziet, dan denk ik van ja, dan zal het wel kloppen. Als iemand mij iets vertelt, dan vraag ik ook niet aan die persoon van hoe kom je aan je bronnen. En waarvoor zou je het niet gebruiken? Als je voor een onderzoek bezig bent en hypotheses schrijven. Daar vind ik het niet het ding zelf genoeg voor. Dat vind ik zelf persoonlijk meer mensenwerk. Ja, niet gebruiken. Ik denk meer voor een verslag. Ik waardeer antwoorden van mensen wel wat meer, denk ik. Tijdens mijn werkgroep kwam er toen naar voren dat het heel slecht voor de natuur is. Omdat die datacentra echt superveel energie kosten. En dat als je een aantal vragen stelt, dat al gelijk staat aan je telefoon opladen of zo. En toen dacht ik, dan gebruik ik het wel minder. Ik vind het belangrijk dat je zelf onderzoek doet. Jezelf je paper schrijven. Voor mij is het wel toegestaan om het te gebruiken, maar moet je het officieel dan in een voetnoot verwerken dat je welke prompt je hebt gebruikt. En dat moet je dan in de voetnoot opnemen. Maar gewoon klakkeloos kopiëren is voor mij niet toegestaan. Uiteindelijk in de echte wereld ga je ook niet van ChatGPT gebruik kunnen maken. Dus het is eigenlijk een soort van vals spelen voor mij. Wat verwacht je van de universiteit op dit gebied? Ik weet wel dat de universiteit echt alles doet om het te omzeilen, bijvoorbeeld voor constitutioneel recht. Hadden wij een essay en dat wordt elk jaar wordt het gewoon, moet je dat een week van tevoren maken en heb je een week de tijd ervoor. Maar nu moesten we het op locatie maken omdat ze gewoon niet wilden dat mensen ChatGPT gingen gebruiken. Het kennen heeft geen zin. Het bestaan hiervan, mensen gebruiken het nou eenmaal, dus ze kunnen er beter van profiteren dan in bepaalde mate. Dan er heel veel restrictie op zetten. Want ja, het bestaat nu eenmaal. Je weet toch wel dat studenten er gebruik van gaan maken. Maar dan wel de autonomie bij de student laten. Dus doe ermee wat je zelf wil. Maar dit is hoe wij erover denken.